Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we terugblikken op de aandelen die ik de laatste tijd besproken heb. Want we zitten natuurlijk weer aan het einde van september. En aan het einde van elke maand zal ik even een update geven over de besproken aandelen. En dan in de volgende video interessante aandelen voor de maand oktober in dit geval. Dus in deze video gaan we even terugkijken, of terugblikken beter gezegd, op de investeringen die we hebben gedaan in de laatste paar maanden. Laten we snel beginnen. Voordat we al deze verschillende aandelen gaan bespreken, wil ik jullie even informeren dat al deze aandelen te koop zijn bij de Giro. Daar koop ik zelf ook al mijn aandelen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken bij de Giro, dan kan je dat doen via een linkje in de beschrijving. En daar zal je ook nog eens het kanaal mee helpen, dus dat zal ik altijd waarderen. En laten we dan beginnen met Tesla. Die hebben natuurlijk afgelopen week hebben ze de Battery Day gehad. En dan was het eigenlijk een beetje hopen op heel veel positief nieuws. Dat het daardoor dus hard omhoog ging. Maar heel veel nieuws wat naar buiten kwam. Ja, mensen hielden er al een beetje rekening mee. En dat zag je dus echt goed terug in de koers. Want ja, het is een beetje stabiel geworden. Ik ben natuurlijk ingestapt. Even zien, het was ongeveer hier op 333. Dat was rond deze periode. We zitten natuurlijk nu een stukje hoger. We zitten namelijk over de 400 heen. Maar je ziet ook al dat de laatste paar dagen dat het vrij stabiel is, omdat het nieuws wat naar buiten kwam, ja, het was niet echt schokkend. Natuurlijk, er zijn wat nieuwe ontwikkelingen in batterij waardoor ze langer mee kunnen gaan, meer bereik tegen lagere kosten. Er staat namelijk in de planning dat ze een accu willen ontwikkelen met batterijen dat de helft van de kost is. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Ze willen ook in 3 jaar tijd of over 3 jaar ervoor zorgen door die goedkopere batterijen dat er auto's geleverd kunnen worden die door iedereen te betalen zijn. Dus Tesla wil een goedkoop model uitbrengen. Dat zal zo'n beetje tussen de 20.000 en 25.000 euro zitten. Want op dit moment zijn heel veel Tesla-auto's natuurlijk nog hartstikke duur. Dus heel veel mensen kunnen Tesla niet aanschaffen. En ze vinden binnen 3 jaar die markt intreden van bijvoorbeeld Volkswagen Polo's, de Volkswagen Golf's van deze wereld. Zodat ze ook dat soort mensen kunnen betrekken bij het merk Tesla. Maar je ziet het dus al de laatste paar dagen. Ja, het is eigenlijk vrij gestagneerd. Het is niet hele gekke bewegingen geweest. En ik verwacht gewoon dat Tesla echt mee gaat bewegen met de markt. En aankomende dagen, weken verwacht ik ook niet heel erg veel nieuws, want ja, dat zal op Battery Day natuurlijk allemaal bekend zijn gemaakt. Dus ik verwacht dat we eigenlijk een beetje rond deze prijs de aankomende weken blijven zitten. Stel je voor, op een gegeven moment gaat de gehele markt hard onderuit. Ja, dan zal Tesla wel meegaan. Dat zie ik dan wel gebeuren. Maar tot nu toe, ja, het is natuurlijk een aandeel voor de lange termijn. Dus die blijf ik ook nog wel een tijdje vasthouden. En dan gaan we door met Virgin Galactic. Die heb ik nu al meer een tijdje in mijn aandelenportfolio zitten. En die zullen ook nog een hele tijd in mijn portfolio blijven zitten. De laatste maand, ja, is het eigenlijk heel langzamerhand omlaag gegaan. Je ziet echt dat het een aandeel is wat dagen heeft van 5-6% in de plus. Of vervolgens de dag daarna weer 5-6% omlaag te gaan. Nou, dat weet je met zo'n aandeel. Dat is natuurlijk vooral een aandeel wat je hebt gekocht op basis van de toekomst, op de potentie. Dus dan zie je gewoon dat heel veel andere beleggers ook daarop hebben ingekocht. Dus goed nieuws, dat wordt het heel positief ervaren. De aandeelprijs gaat snel omhoog, maar een beetje negatief nieuws is ook weer terug te zien in de aandeelprijs. Gaat het zomaar 4-6% omlaag. Wat een belangrijke datum is 22 oktober. Dan zijn namelijk de eerste echte testvluchten voor de ruimtetoerisme. En ze willen dus die vluchten gaan aanbieden, dat weten we allemaal. Daarom ben ik ook ingestapt. Ik vind dat een hele bijzondere markt met heel veel potentie, maar het is natuurlijk uitgesteld. Ze wilden namelijk aan het einde van dit jaar, het vierde kwartaal dus, al beginnen met die vluchten. Nou, dat werd dus uitgesteld. Dan zag je toen ook een behoorlijke daling in de prijs van het aandeel. Toen dat bekend werd gemaakt, dat we gingen langzaam richting die 30. Het nieuws werd bekendgemaakt en sindsdien zijn we eigenlijk in één rechte lijn omlaag gegaan naar nu 16,43. Maar 22 oktober beginnen de eerste testvluchten weer. En als die testvluchten succesvol worden afgerond, winnen ze in het eerste kwartaal van 2021 die commerciële ruimtetoerisme aanbieden. Dus die vluchten echt. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke datum. Dus als je hebt geïnvesteerd in het aandeel, is 22 oktober een hele belangrijke datum. Stel je voor, die testvluchten worden goed afgerond. Ja, dan kan je wel verwachten dat er weer wat hype ontstaat. Want je zag natuurlijk hier in deze opbouw, hadden heel veel mensen verwacht dat die vluchten aangeboden konden worden. Stel je voor, die testvluchten worden succesvol afgerond, zal je steeds meer zien dat mensen denken, nou wacht eens even, het ging omgevend bijna naar de $30. Ik verwacht dat we met positieve testvluchten weer een leuke hoogte in kunnen gaan. Dus dit aandeel blijf ik logischerwijs vasthouden, al zou ik dit aandeel zeker nog 5 jaar vasthouden, misschien wel zo'n 10 jaar. Ik heb hier heel veel vertrouwen in. En dan gaan we over op Huya. Dat is natuurlijk de aanbieder van streamingdiensten in Azië. Dan gaat het vooral over de e-sports en over de gamingwereld. En je ziet eigenlijk dat
dat het de laatste paar dagen weer een beetje onderuit is gegaan. Het zit net onder mijn gemiddelde aankoopprijs van $25.10. Maar de laatste tijd is er niet heel veel informatie naar buiten gekomen wat echt belangrijk is voor de aandeelprijs. Dus dit is gewoon een kwestie van gewoon vast blijven houden. Je hebt een bepaalde overtuiging. Er is niet veel naar buiten gekomen dat je denkt, oh, dat zou mijn visie kunnen veranderen. Dus ik blijf dit aandeel ook gewoon nog voor een lange periode vasthouden. En dan gaan we door met AT&T. Dat is natuurlijk een aandeel wat je koopt voor de dividend. Want als je op de huidige prijs inkoopt, kan je een dividend verwachten op jaarlijkse basis van 7,42%. Dat is natuurlijk echt ongekend. Maar we zien natuurlijk in september, als je kijkt naar de S&P 500, de Dow Jones, noem maar op, dat het behoorlijk omlaag is gegaan. Dus dan zie je altijd dat dit soort traditionele aandelen op de markt daar ook op reageren. Vandaar dus dat we van de 30 zo'n beetje naar de 28 zijn gezakt. Maar ja, je hebt dit aandeel natuurlijk niet gekocht omdat je verwacht dat ze over een jaar op $60 staan. Nou, dit is geen groeiaandeel. Dit is een aandeel voor je dividendportfolio. Nou, het zal natuurlijk niet slim zijn als je met een minimale daling denkt, weet je wat, ik ga verkopen. Vooral niet doen dat dividend, daarom heb je dit aandeel gekocht. Dus als je die overtuiging hebt, gewoon lekker vast blijven houden. En dan gaan we nu door met C-Limited en dat is een van mijn favoriete aandelen. Ik ben ingestapt toen ik de video maakte tegen een gemiddelde aandeelprijs van 104 of 105, zo'n beetje in die richting. Nou, op dit moment staan we net boven 155, dat is natuurlijk een hele mooie stijging. Het is op een gegeven moment wel dat we behoorlijk hard gingen, dus dan zag je ook wel weer een flinke correctie hoor. Want als je namelijk kijkt, dan zou het ongeveer zijn, nou, in de buurt van 20% daling, na 17 tot 20%, dat is natuurlijk een behoorlijke daling geweest. Maar je ziet de laatste paar dagen ook weer dat we de juiste kant op gaan. En dat heeft er namelijk mee te maken dat C-Limited een nieuwe app heeft gelanceerd in Indonesië. Dat is namelijk een app die ervoor kan zorgen dat je verse producten kan bestellen via een app. Dan heb je het dus over voedsel, dus heb je het over groenten en fruit. Nou, dat is hartstikke populair in Indonesië. Dat is dus nog iets wat C-Limited bezit. Ze richten zich natuurlijk al op e-commerce, online payments. Maar dit zorgt natuurlijk ook voor dat ze opnieuw een gat in de markt hebben gevonden. Want we weten gewoon dat de markt van Zuidoost-Azië een nieuwe markt is, maar eentje met heel veel potentie. Er zijn bijvoorbeeld meer mensen die wonen in Zuidoost-Azië dan in heel Amerika. Dus dat geeft wel aan dat die markt enorm is. En dit is dus ook echt een aandeel wat ik sowieso nog 5 tot 10 jaar wil vasthouden. Want die markt in Zuidoost-Azië is gewoon enorm. En C-Limited neemt een hele goede positie in en zal dus een hele grote rol spelen in de ontwikkeling van Zuidoost-Azië. Dat ga ik dit echt nog een hele lange tijd vasthouden. En even twee aandelen die ik afgelopen anderhalve week heb besproken. Dus ja, er is natuurlijk niet heel veel te melden in die korte periode. Het gaat natuurlijk over Canoe. Dat is natuurlijk de elektrische voertuigen. Die ging op een gegeven moment best wel lekker omhoog, maar is nu weer eens behoorlijk omlaag gegaan. Het heeft er ook mee te maken dat de markt in zijn totaliteit omlaag ging. En dat zal dus inderdaad, zo'n speculatief aandeel zal er vaak mee bewegen. En dat is hetzelfde verhaal natuurlijk voor Desktop Metal. Ik ben ingestapt op $12.30. Dat moet hier ongeveer zo'n beetje geweest zijn. En sindsdien zijn we dus weer behoorlijk naar beneden gegaan. Maar we zijn nu weer een beetje de goede richting in. Dat zijn natuurlijk allebei aandelen voor de lange termijn. Dus het boeit niet heel erg veel. Maar er is ook niet heel veel informatie naar buiten gekomen omtrent deze twee aandelen. Dus ja, ik kan er dan ook niet heel veel over zeggen. Ik heb er natuurlijk twee video's over gemaakt met mijn overtuigingen. Nou, die zijn niet veranderd. Dus ik hou gewoon lekker vast. En dan gaan we over op Gap. Dat is natuurlijk de kledingwinkel. En ik denk dat ik de video over dit aandeel, ja, ik denk toch al 2-3 maanden geleden is. En toen ben ik ingestapt voor net boven de $11 met één simpele reden. Ik had gewoon verwacht dat in de maanden richting het eerste kwartaal van 2021, want dan zal namelijk de kledinglijn van Kanye West en Gap uitkomen, dat steeds meer beleggers de potentie zien van de kledinglijn. Nou, dat zien we dus ook wel gebeuren de laatste maanden, want we zitten op ingekocht, of tenminste, toen ik de video maakte, zaten we rond de $11. Dus het ligt er een beetje aan als je besluit te inkopen wat jouw aankoopbedrag is, maar het zou rond de $11 liggen. En zit op dit moment op de 16, maar op een bepaald moment beginnen we al over de 18 heen. Maar je ziet toch wel de laatste 3-4 weken dat het omlaag aan het gaan is. Dat heeft twee redenen. Ten eerste is natuurlijk de algemene markt de laatste 3-4 weken onderuit gegaan. Maar het gedrag van Kanye West op Twitter, ja, dat is toch wel een beetje vreemd. Misschien heb je er wel wat van vernomen, of misschien volg je hem op Twitter. Hij lijkt een beetje de weg kwijt. En heel veel mensen hebben belegd in Gap
puur door die kledinglijn. Dat is namelijk echt een hele belangrijke reden, want Gap was een kledingwinkel, ja, eigenlijk zonder heel veel toekomst. Je zag ook wat schulden, er waren wat schuldeisers als het ging om de huur in bepaalde winkelcentra, dus dat was alles behalve overtuigend. Maar heel veel mensen zien de potentie van een nieuwe kledinglijn tussen Gap en Kanye West. Nou, dat was ook de reden waarom ik ben ingestapt. En ik had gehoopt dat ik zou kunnen uitstappen voor het eerste kwartaal voor een aandeelprijs van $22, want dat was namelijk mijn doel om mijn inleg te verdubbelen. Maar ik ga mijn koersdoel wel een beetje aanpassen. Het was namelijk de bedoeling om uit te stappen bij een prijs van $22, zodat ik, ja, mijn inleg had verdubbeld. Maar ik zit nu al te kijken naar een aandeelprijs van $20. Stel je voor dat we behalen dat in de komende 3 maanden, dan zal ik uitstappen. Want Kanye West, ja, het is gewoon gevaarlijk natuurlijk. Hij kan zich heel raar gedragen en ja, daar wil je niet al te veel afhankelijk zijn. Dus als inderdaad de aandeelprijs van $11 naar $20 is gegaan, dan denk ik dat ik zal uitstappen. En ik heb natuurlijk in die video duidelijk uitgelegd dat dit een van de weinige aandelen was die ik op korte termijn weer zou verkopen. Nou, het lijkt dus de goede kant op te gaan, want we hebben nu nog steeds natuurlijk goed ingekocht. $11 was zo'n beetje een dieptepunt en $16, ja, in de korte periode is dat toch een leuke winst. Maar die $22, ja, ik zie, dat wordt lastig denk ik. $20, ja, dat is nu mijn koersdoel. En dan gaan we over op Landcadia Holdings, oftewel Golden Nugget, natuurlijk de aanbieder van online gaming en van een online casino. Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in de opkomende markt van de online casino's. Licenties in bepaalde staten in Amerika, ja, dat gaat het grootste probleem zijn. Maar toch denk ik dat ze deze beweging naar online casino's niet kunnen tegenhouden. En dat Golden Nugget op de lange termijn een grote speler gaat worden in een markt die elk jaar groter en groter wordt. Natuurlijk de laatste laatste week beter gezegd, is het flink onderuit gegaan, maar de overtuiging die is niet veranderd. Het is natuurlijk heel lastig om rustig te blijven als je ziet dat het van $18 naar zelfs bijna, ja, onder de $13 zelfs zakte. Dat was natuurlijk een hele scherpe daling. We zien nu wel weer dat er eigenlijk weer herstel is. Het was gewoon pure paniek, oversold noemen ze dat dan. En we zien nu weer dat we de weg omhoog inzetten, maar dat is echt puur op de korte termijn. Dit is echt een aandeel waar ik veel vertrouwen in heb. Ik heb vertrouwen in de markt, dus ik blijf lekker gewoon zitten. Maar we weten gewoon met dit soort type aandelen, ja, er zijn heel veel mensen die hier instappen en op een korte termijn even wat winst willen behalen. Je ziet dan gewoon ook heel snel veel stijgingen, veel dalingen met hoge percentages. Maar als jij dit koopt op de lange termijn, heeft het weinig nut om elke dag even te kijken van oké, wat hebben ze vandaag gedaan. Koop het gewoon als je de overtuiging hebt en hou gewoon een paar jaar vast. En dan heb ik de overtuiging dat we zeker over die $20 heen gaan. En dan gaan we het hebben over Peloton, een van mijn favoriete aandelen, omdat het hartstikke goed gaat met dit aandeel. Toen ik de video maakte stond het aandeel op $52, $53 en nu komen we in de buurt van de $100. Dus we komen in de buurt van een verdubbeling van onze inleg. Nou, dat is altijd hartstikke mooi, zeker op zo'n hele korte periode. Maar toch blijf ik nog heel lang vasthouden. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Peloton. Het aanbieden van online fitness klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar als je ziet wat voor service hun aanbieden, hoeveel mensen er tevreden mee zijn, lijkt het dus echt dat hun een gat in de markt hebben gevonden. En je moet ook weten, die fiets is natuurlijk $2000 tot $2500. Dus als mensen eenmaal die fiets hebben aangeschaft, hebben ze er goed over nagedacht. Het is niet zoals je bijvoorbeeld naar een plaatselijke sportschool gaat en voor €35 een maandabonnement afsluit. Dat kan je nog wel doen en na een maandje denk je, weet je wat, ik kap ermee, ik heb geen zin meer, zoals heel veel mensen doen. Maar je gaat niet zo snel een fiets kopen van €2000 om even een maandje uit te proberen. Dus je ziet gewoon, een service die ze aanbieden is duur, maar wordt heel goed ontvangen. Dus ik blijf nog heel lang dit aandeel vasthouden. Dan gaan we over op Shell. Dat is natuurlijk een aandeel wat heel populair is onder de Nederlandse beleggers. En de laatste tijd blijft het eigenlijk maar omlaag gaan. Zelf ben ik ingestapt net onder de €12. Ik zal onder de €11 mijn positie ietsjes vergroten. Gaan we onder de €10 zitten, zal ik mijn positie weer vergroten. Want dit is namelijk een aandeel wat ik heb gekocht voor de lange termijn. Tuurlijk, ze kunnen nog steeds onder die €10 zitten, wat ik nog steeds... Ja, ik vind nog steeds dat het een kleine kans is, maar je moet natuurlijk weten dat de OPEC-landen heel veel invloed hebben. Als de olieprijs, net zoals in maart, weer hartstikke hard omlaag gaat, dat op een gegeven moment een lange periode op de $10 per olievat zitten. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem voor Shell, want die moeten namelijk een prijs hebben van boven de $30 voordat ze winst kunnen draaien. Maar ja, dat ze allemaal in de toekomst kijken. Maar wat ik wel weet, is dat Shell tegen een prijs van, nou, nu bijna €11, ja, op de lange termijn kan dat alleen nog maar goed komen. Het
zal dus niet een groeiaandeel zijn, want Shell is natuurlijk een enorm bedrijf. Het is niet een opkomend bedrijf wat je denkt, nou hier zie ik veel potentie in. Dit is echt een aandeel wat je aanschaft voor de hele lange termijn. En dan gaan we over op Forum Merger 2, oftewel Ted to Chef. En dat was natuurlijk al behandeld in de vorige video, maar er stond in de planning dat 30 september de fusie zou doorgaan. Maar dan was wel nodig dat 65% van de aandeelhouders hun stem hadden uitgebracht. Maar dat was slechts 61%. Van die 61% waren wel 99% van de aandeelhouders die de fusie graag zien doorgaan, dus dat is hartstikke positief. Maar die 65% was gewoon nodig en daardoor hebben ze uitstel gekregen tot 30 oktober. En op het moment van inspreken is die 65% behaald, dus het lijkt echt een formaliteit. We zagen ook door dat nieuws dat er echt heel veel paniek ontstond, want het ging op één dag volgens mij 24% omlaag. En we zien nu eigenlijk al dat het het was puur door paniek. Mensen wisten niet wat de reden was achter de daling. Dat zie je gewoon, dat heel veel nieuwe beleggers eigenlijk niet weten waarom gaat het omlaag. Laat ik maar verkopen, daar lijkt het echt op. En dan zien we gewoon weer dat er weer een beetje kalmte is. En ik verwacht ook dat dit aandeel weer richting die 26 en 27 dollar gaat. Als we in de buurt komen van het einde van oktober, want dan weten mensen weer, oh ja, de fusie staat ingepland. Dus dit is een aandeel wat ik alsnog op de lange termijn ga vasthouden. Maar het was natuurlijk voor heel veel aandeelhouders toch even schrikken dat het hard onderuit ging. Want we gingen langzamerhand richting die 30 dollar. Mensen zaten zich al rijk te rekenen, want toen ik de video maakte stond de aandeelprijs op 17 dollar. Dus dan denk je bij jezelf, nou we komen weer in de buurt van de verdubbeling. En toen ging het natuurlijk hartstikke hard omlaag naar de 17 en 18 dollar. En nu zien we alweer dat we op de 22 dollar zitten. Dus dit is een aandeelprijs voor de lange termijn. Maar op de korte termijn zal het me niet verbazen als het constant op en neer gaat. Houd daar dus rekening mee. En dan gaan we over op Workhorse. Dat is natuurlijk een aandeel wat ik wel vaker heb besproken. Ik heb er denk ik al 2 of 3 verschillende video's over gemaakt. En het is natuurlijk een aandeel waar ik ben ingestapt tegen 15 dollar. Toen maakte ik ook de video. En op een gegeven moment zaten we zelfs over die 30 dollar heen. Dus had ik mijn inleg al verdubbeld. Maar je ziet wel toen we op eenmaal die 31 dollar hadden behaald, dat we weer hard onderuit gingen. Ik heb natuurlijk een video over gemaakt. Je ziet het al 34% gezakt. En vervolgens weer hard omhoog te gaan. En op dit moment is nog steeds niet bekend wat nou de oorzaak is van die enorme daling. Het lijkt er gewoon echt op dat het een sneeuwbaleffect was. Er was een groepje van mensen die een beetje in paniek raakten. Veel meer mensen raakten in paniek. Op een gegeven moment was iedereen in paniek en toen ging het heel hard. Maar nu zie je dus iedereen die in paniek raakte en dus heeft verkocht, die heeft op dit moment wel verkocht en we gaan nu wel langzaam omhoog. Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in het USPS contract natuurlijk. En het lijkt erop dat het niet 6,3 miljard is, maar 8 miljard. Dus dat is ook natuurlijk hartstikke positief. Lordstown Motors heeft bekendgemaakt dat er heel veel pre-orders zijn. We moeten natuurlijk weten, op de eerste 200.000 voertuigen krijgt Workhorse een percentage. Dus dat is ook hartstikke belangrijk. En dit is echt een aandeel voor de lange termijn. Elektrische voertuigen, dat gaat natuurlijk deel uitmaken van onze toekomst. En als Workhorse dat contract heeft binnen te slepen, dan heeft het een hele goede toekomst voor zich. Het is natuurlijk een aandeel met risico, want dat contract is niet alles bepalend, maar wel heel erg belangrijk. Dus houd daar echt rekening mee, maar ik heb het wel vaker aangekaart. Dat weet u nu ondertussen wel. Voor nu kom ik wel aan het einde deze video. Laat zeker eventjes in de reacties achter hoe jullie denken over de aandelen die ik de laatste tijd heb besproken. Ben je ergens uitgestapt? Ben je ergens weer opnieuw ingestapt? Ben altijd benieuwd wat jullie visie is. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij de volgende video. Later.